Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik kersthapjes maken, dus heel lekker, met bladerdeeg. Wat heb je nodig? Bladerdeeg, rode pesto, parmezaanse kaas, tomatensaus, een ei, oregano, basilicum en een beetje zout. En de satéprikjes laten we even in het water liggen. Ik ga deze twee vierkantjes nu aan elkaar vastmaken. Nu doe ik deze erop. Nu doe ik een beetje kaars overheen en dan nog aan het eind een beetje van deeg. Nu doe ik de volgende laag bladerdeeg erop en dan maak ik het net zoals net weer aan elkaar vast. Nu smeer ik het losgeknopte eitje eroverheen. Ik maak nu strookjes lang van ongeveer 1 cm breed. Ik ga van deze strookjes een soort van een kerstboom voor maken. Dus eerst maak je zo'n klein foutje. En dan weer steeds weer grotere. En nu doe ik van onder naar boven de satéprikker erin. Ik smeer nu weer een beetje ei overheen. En nu gaan ze 20 minuutjes in de oven. Terwijl we wachten, gaan we even pizzasterren maken. Ik ga er pizzaatjes van maken. Deze mogen nu ook lekker in de oven. Dit is het eindresultaat en ze ruiken super lekker. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ciao!